Het is op dit moment heel rustig weer in Nederland. Toch zitten we in de fase in het jaar waarin de atmosfeer in de onstuimige winterstand gaat. Het Poolgebied wordt steeds kouder. Het verschil tussen de Noordpool en de Evenaar in temperatuur wordt steeds groter. En dat heeft gevolgen voor het weer in de gematigde zone op het noordelijk halfrond, waar ook Nederland zich in bevindt. Want de wind op grote hoogte, de straalstroom wordt krachtiger en oceaanstoringen kunnen dan ook in sneltreinvaart over West-Europa trekken. En dat veroorzaakt dat vaak wisselvallige, winderige en zachte weertypen tijdens het winterhalfjaar in onze omgeving. Maar of de atmosfeer al in winterstand is of dat het nog een tijdje redelijk kalm weer is, dat gaan we maar eens even bekijken aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten. Nou, en dit keer begin ik met een ander kaartje dan gebruikelijk, namelijk een kaartje die zich richt op het Poolgebied. En we kijken dan ook nog eens naar de temperaturen in de bovenste laag van de troposfeer, de luchtlaag in de atmosfeer waarin het weer zich afspeelt. Normaal in deze fase van oktober wordt die luchtlaag steeds kouder en kouder, vormt zich als het ware een grote bel met kou in het Poolgebied, maar op dit moment is daar geen sprake van. Bijvoorbeeld in de week van 18 tot 25 oktober worden in het Noordpoolgebied op grote hoogte flinke temperatuurafwijkingen in de plus verwacht. Vaak meer dan 10 graden boven normaal. Dus die afkoelende fase aan de bovenkant van de troposfeer, die is op dit moment nog niet volledig in gang gezet. De winterstand is dus nog niet aangezet wat dat betreft. Nou, wat voor gevolgen dat heeft op het weer in onze omgeving op de wat langere termijn, richting Winter, dat is allemaal nog een groot vraagteken. Maar de komende tijd gaan we daar wel vaker op terugkomen. We zakken nu af in de troposfeer richting aardoppervlak. En we kijken naar de temperatuurafwijking in de week van 11 tot en met 18 oktober. Aankomende week. En wat we zien is dat grote delen van Europa met duidelijk koude weer te maken hebben. In het Alpengebied bijvoorbeeld valt al aan de noordzijde van de Alpen op uitgebreide schaal sneeuw. Ook bij ons wat lagere temperaturen. Hoge druk ligt ten westen van ons. Aan het begin van de week ligt dat hoge drukgebied ruim ten westen van Ierland en kunnen buissoring met een noordwestelijke stroming ons land bereiken. Noordwestelijke wind zorgt ook voor wat matige temperaturen. Later in de week komt dat hoge drukgebied dichterbij, zelfs even ten zuiden van ons land. Dan wordt in ieder geval de buigheid sterk onderdrukt, maar de temperatuur verandert voorlopig weinig. Ja, dat kunnen we ook terugzien eigenlijk in de pluimgrafieken voor de komende twee weken. Wat we daarin zien is in eerste instantie een droog weekend. Begin volgende week een opleving van de buigheid, Dan later in de week, als dat hoge drukgebied weer dichterbij komt, wordt het dus toch weer wat rustiger. Maar tijdens de 15-daagse periode zien we uiteindelijk de neerslagkansen toch wel weer stijgen. Die wisselvalligheid die komt er dus allemaal weer heel snel in. Temperatuur laat een vrij vlak, vlakke verdeling zien. De komende dagen nog wel een paar vrij koude nachten. Met name de nacht naar zondag. Misschien dat we in het binnenland wel de eerste vorst op waarnemingshoogte kunnen rapporteren na het zomerseizoen. De dagen daarna een hele vlakke verdeling tussen dag- en nachttemperatuur. Dat heeft natuurlijk alles te maken met een veelal bewolkt en uiteindelijk ook weer wisselvalliger weertype. En dat wisselvallige weertype dat zien we ook terugkomen in de weerkaarten voor de komende 30 dagen. Als we kijken voor de week bijvoorbeeld van de herfstvakantie, maar ook de week erna en zelfs de eerste dagen van november, zien we eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Namelijk lage drukgebieden die het noorden van Europa aandoen en af en toe nog wat flink uit weten te diepen ook, zodat de luchtdrukafwijking zelfs nog wat lager is dan gebruikelijk. Hoge druk ligt vooral ten zuiden van ons en tussen die lage en hoge drukgebieden in maar er in onze omgeving een westenwind. En met die westenwind trekken met enige regelmaat regenstoringen vanaf de Atlantische Oceaan, via de Britse eilanden, over onze omgeving. En dat zorgt er dan ook voor dat we duidelijk meer neerslag dan gebruikelijk kunnen verwachten. Ook in de week ervoor en ook in de week erna. Dus ook begin november staat ons wisselvallig weer te wachten. Met veel bewolking en wind vanaf zee. Liggen de temperaturen over het algemeen rond of zelfs iets boven normaal? Met name tijdens de nachten is het erg mild. Overdag zien we ook nog wel temperaturen die in ieder geval niet echt omlaag gaan. Dus van koud weer is voorlopig geen sprake. Maar het lijkt er dus wel op. Dan we een wisselvallig weertype krijgen. Met de komende weken in eerste instantie buien. Dan even een rustigere periode. Maar dat is van korte duur. De dagen en weken daarna verlopen wisselvallig. Met winden vanaf zee. Dus geen hele grote temperatuursuitschieters naar boven of naar beneden. Maar winterweer, dat zit er nog niet aan te komen. De atmosfeer staat misschien nog niet in winterstand. Wat dat allemaal gaat opleveren, daar komen we de komende periodes nog vaker op terug. Tot de volgende keer.